Kiosk. Zoals jullie weten is deze zomer in Parijs, in Frankrijk, een oorlog uitgebroken. Gelukkig geen echte oorlog, maar een kunstoorlog. Een post-it oorlog of een post-it war. In basisschool De Regenboog in Ertvelde is de Vredesweek bezig. En dat is het moment om daar een oorlog te laten plaatsvinden, met kleefbriefjes. De bedoeling is dat het project, zoals we het hebben uitgedacht, in de loop van de week zal worden verder gewerkt op de speelplaats. Dan wel niet met post-it wars, plakbriefjes, maar wel met stoepkrijt. En dan de kinderen stoepkrijttekeningen maken en op die manier elkaar gaan uitdagen op een vredevolle manier. Waarom die post-its? Dat is een beetje in ook, hè. Het is een beetje, de kinderen vinden dat allemaal heel grappig en heel modern ook zo. Men hoort ervan op nieuws, men ziet erover in de kranten. Hè? Dus, ja, het is, hè. We vonden een heel creatief idee van de mensen in Parijs op de kantoren. En we vonden dat we daar wel eigenlijk ook iets mee zouden kunnen doen op school. Maar dan natuurlijk geen post-it oorlog. Maar het omgekeerde eigenlijk. Post-it kunst. Naast het artistiek bezig zijn met de kunstoorlog, tekenen de leerlingen ook het regenboogvredesverdrag. Hoe belangrijk vinden jullie het eigenlijk dat die boodschap wordt meegegeven met de kinderen? Heel belangrijk, denk ik, want er is af en toe, en eigenlijk af en toe toch veel ruzie. Dus we willen daar echt wel iets aan doen. Ja, het is een overeenkomst tussen ons, alle twee ons vakken. Juffrouw Leen geeft godsdienst, ik geef zedeleer. Maar beide staan wij voor zeker de vrede en vinden we dat heel belangrijk. Het moet eigenlijk een week van verdraagzaamheid worden. Alle klassen komen aan bod tijdens onze uren godsdienst zedeleer. En we gaan met elke klas, de hoogste klassen, gaan we nog andere ramen beplakken met plakbriefjes. En de kleinere klassen, de klassen voor de kinderen van het eerste leerjaar, tweede leerjaar, die gaan van eerste keer aan de slag met stoepkrijt. Op de speelplaats, dus kunstwerken op de speelplaats maken. En de bedoeling is dat ze dan verder dat zetten tijdens de speeltijd. Het echt belangrijke resultaat zal zijn dat we een week zullen gehad hebben met zo weinig mogelijk ruzie.